Yo mensen, ben Rode, ik heb vandaag, vandaag zijn we bij dag 3 van Ultra Hardcore Survival. En vandaag zijn we hier met, hoe was het ook weer? Joni. Joni, en Danny is er ook, maar die is een sigaret roken, dus die komt zo terug. Die is er ook, ja. Ja. Ja, ja, ja. Pun. Goed. We zijn gestart, oké. Moet ik zo meteen wel moeite doen om dit los van elkaar te knippen. Ugh, moeite doen. Come on, domme boom, geef me appels. Of niet, zit ik ook zo van, boom, geef een appel. Want vorige UHC, het was zo stom van mij, hè. Want we moesten, op een gegeven moment moesten we naar het midden toe tp'en. Of tp'en lopen. Ja. En toen had ik een appel. Alleen toen had ik hem thuis laten liggen. En dacht van, ja, ik heb toch geen gold. En onderweg was ik nog gaan minen, toen had ik allemaal gold gevonden. Dus van, oh man, dan ben ik die appel vergeten. Rot. Dat was echt heel zuur. So sad. Zo. Ik voel me echt niet wel. Nee, dat is echt... Rondlopen. Snap ik. Ik was ook toen een half hardje bij de vorige. Toen ging ik onder de grond. Ging een laagje onder de grond, ging ik tunnelen naar het midden toe. Want je moest naar het midden toe, anders werd je meteen vermoord. Alleen, als ik gewoon boven de grond zou lopen, het was toen nacht. Kunt je even kijken die skeleton onder die bom er nog staat? Ja, doe maar. Oh! Schrik me helemaal kapot, joh. Dan ben ik wel weer een half hartje kwijt. Ja, maar het is gewoon een lief dat die spawnen, by the way. Oh, oké. Okay. Daarom moet je niet op lief staan als je liefst wegslaat. Ja, wat is hier nou weer aan de hand? Waarom zweeft dit land hier? Ziet er heel raar Waarom uit. Waarom heb ik zo weinig geld? Oh shit, een mens al? Ah, is deze hier. Ik weet het niet. Wow, dit is op zich wel een redelijk awesome plek hier. Mooi open veldje bij het water, maar daar hebben we niks aan. Ja. Ik had hem die skeleton stond nog altijd erboven. Ja, ik ben een beetje verdwaald, denk ik. Kom gewoon terug. Ja. Naar de muur. Ik ga gewoon naar 80, min 800. Daar stond ik net en dat is bij onze spawn. Well, ik zie jullie naam al. Nice. Nice. Oh, creeper, kut. En is het zwaar dicht bij ons huis, hé? Ja. Ah, fuck. Oh, godverdomme. Zo. Dat is het niet dicht bij ons huis, zoals op ons huis. Ja, dat bedoel ik. Nou, ben jij helft verloren? Nee, sowieso niet, want je had maar een afgaatje. Ik ben weggelopen toen ik boven mij zeg, ja, voor een creeper bezig was. Ik heb ook niks verloren, gelukkig. Oh shit, skeleton, kijk uit, in de water. Wat? Oh kut, die gaat ook niet weg omdat hij in het water zit. Fuck, oh! Oh jij schoot, ik schrok me helemaal kapot. Ik heb het niveau mee gaan staan. Oh, ik ga naar binnen. YOLO. Stiekem heb ik best wel zin om hem nou dood te slaan. Kom on, geef me een appel, godverdomme. Dat is zo irritant, hè? Dan, oh ja, ik wil een appel. Nee hoor, ik mag geen appel. Mag ik van die 14 ingots een chestplate maken? Ja, doe maar. Ik heb er ook één, dus Zo. En dan is hij nu dood geweest, als ik er geen het heb. Ja, daarom. Zo. Dan heb ik een chestplate, dan voel ik me gelijk al een stuk veiliger. Team Fluisterboys. Ja. Wij moeten trouwens ook nog een coole naam hebben. We zijn paars, laten we ervan maken paarse glitters. Swag. Wat zei je? Swag. Sowieso. Heb jij ooit Saints Row gespeeld? Spel? Ja, dat heb ik helemaal kapot gespeeld op de Xbox. Ja, we zijn de Saints. Ja, wij zijn de Third Street Saints. Als ik derde word, zou dat best wel ironisch zijn. Ik leef nog. Yes. Wij hebben besloten dat wij voortaan dat ons team de Third Street Saints heet. De? Third Street Saints van Saints Row. Is het nog goed?
Yes. Helemaal goed. Ik vind het helemaal mooi. Oké, heb ik wat gemist? Ik heb ons huis opgeblazen. Wat? Er was een creeper bij ons. Was een creeper in de buurt. Boom. En ik wilde wegrennen om dan doodslaan. En stond boven op ons huis. En dat was niet gelukt. Het was ontploft. Maar we hebben het gefixt. Kan er iemand zoiets van mijn bucket hier deze schat hierin gaan? Wat? Er is hier naast ons huis een cave. En daar zit lava in. Dus als iemand tussen beter wilt gaan halen met een bucket, dat is wel handig. Nou, ik zou sowieso geen bucket maken, want we hebben gewoon die iron nog nodig. Ja, dat wel. Maar ik zou daar gewoon. Ik ben een kip aan het lokken. Ik zou zeggen hem dicht maken. Ik ben een kip aan het lokken. Ja, doe maar. Gewoon. Ja. Een appel zoeken. Godverdomme. Hoe moeilijk in het zijn voor een appel te krijgen. Ja, of niet? Normaal heb je echt 100.000 uit zo'n boom. En dan wil je ze. En dan komen ze niet. Boom. Good base. Switch even naar het andere item en dan weer terug naar die appel of zo. Misschien reageert hij dan wel weer. Dan. Oké, okay, dan zit hij vast in het hoekje. Dan krijg ik hem moeilijk uit. Zo. Zo. Ik kan het zien dat ik niemand kan zien van de vier. We zijn er bijna. We zijn er bijna. Oh. Hoe groot is deze map eigenlijk? Ik gok 1600 bij 1600. Bereik. Want wij zitten helemaal in een hoekje en bij ons is het min 800 bij min 800, de coördinaten. En meestal is 0 het middenste. Ja, ik had net in het midden gekeken en dat was 0, dus dan is het waarschijnlijk 1600 bij 1600. Ben je helemaal naar het midden gelopen? Nee, de span was het midden. Ja, toen het stond in het midden. Goed, de kip zit nou tegen de deur aan. YOLO. Nou, we moeten echt... een appel vinden. Meerdere appels zelfs. Ja. Ja. Ook meer gold. Maar als we al één appel vinden, ben ik al blij. Ja. Zeker. Zeker ben ik ook blij, want anders mijn team is ons team wat minder dicht bij uitsterven. Goed, even kijken hè, met die teams. Voor mij staat rood het beste ervoor. Die hebben 15, 19 en 15. Dan hebben we oranje, die heeft 8, 8. Ja, maar dat is team cheats. We hebben geen cheats. Die hebben sowieso cheats. Nee, okay. Die hebben geen cheats. Die hebben gewoon fucking veel ries. Die hebben gewoon meest. Die hebben gewoon de beste span. Ja, ik kan ook wel zeggen dat hij mijzelf heeft uitgekozen, Jurgen. Ja. Want hij heeft, waarschijnlijk heeft hij het begin van de map gemaakt allemaal. Kan hij zeggen, ja, doe maar daar neerzetten, weet je. Maar dat ga ik niet zeggen. Jurgen. Voor mij staat blauw staat er ook heel goed voor. 20, 18, 11. Groen staat er heel slecht voor. Oranje ook niet zo. Geel is ook dat is een werkse, dat niet heel zo. Ik zeg dat wij de tweede, derde worden. Weet je, ik heb wel het gevoel dat wij hoog kunnen eindigen. Mm-hmm. Als we het goed doen wel, ja. Tot nu toe gaat het goed dus. Wat neigt kick out. Het gaat al beter dan mijn seizoen 1. Nou, niet voor mijn hartjes, maar qua mijn team. Nu is mijn team nog een leven. Bij seizoen 1 was ik in mijn eentje nu al. Ja, ik krijg nu niet met dood. Dat is gewoon een goed voordeel, hé. Gewoon chill. Is er iemand aan het minen? In ieder geval ben ik wel dood. Wat? Is er al iemand aan het minen? Nee. Ik ben de bommen aan het wegslaan. Dan ga ik even minen. Ja, ik ook, maar het wordt donker, dus ik ga weer naar binnen. Ja, ik ga ook even minen. En ik ga gewoon trappetjes minen hier. Ga terug. Zo. Echt kip, wat doe jij hier? Wacht, ik heb wel toortjes nodig, gewoon spannend op de monsters in. Hey, fuck. Terug. Wat is er? Ja, wat verdomme, die kippen blijven. Dus die kip zit hier in die hoek. Ik zou niet even Kip, heel random. Even, je ziet ja. Kom maar.
Wie fuck. Van jullie biedt mij wat toortjes aan? Ik heb één toortje. Hier. Oh, jullie hebben allebei al een Iron Chest player? Ja. Voor mij is het net niet genoeg om... Oh jawel, er is wel genoeg om nog eentje te maken. Ik maak wel even één voor jou. Ik heb nog twee Iron Ore. Oh. Ja, ik word nog in de furnace. En ik heb nog heel veel. Ik heb een chestplate voor jou. Hier. Goed, toortjes. Ja, nice. Oh, ik heb nog allemaal Iron Ore in mijn inventory. Zo. Goed, wat? Brouw. Ik denk dat ik het hier even binnenin wat ga opfleuren. Hey, als jij er vrolijk van wordt, ik zou zeggen, doe het. Go for it. Oh, het is wel wat swagalicious. Ja, awesome. Maar het brandt wel. Dat is misschien niet zo handig. Richt het nou? Zo. Ik heb trouwens een heel goed aanbod. Wat? Zal ik in de chat vragen of we met z'n allen tegen Team Rood gaan keren? Sowieso, ja. Iedereen tegen Team Rood. Eigenlijk, ik ga een fishing pole maken. Kunnen we vissen. En dan krijgen we misschien ook random shit eruit. Je kunt ook armor of zo krijgen van te vissen, dus wel handig. We hebben een hell yeah. Bye, MC. Welk team is dat? Blauw. Hoe is dat voor mij? Tweede ongeveer. Heb ik nou meer levens dan jullie allebei? Hoeveel heb jij er? 13. Ja, ik heb 11. Zie je rood? Maak ze dood. Ik vind het goed. Teamen, Ben. Allemaal. Ik ga in de kleine vijvertje voor onze deur vissen. Goed, wat zijn jullie allemaal doen? Oh wauw, ik heb zoiets usefuls gevonden hier. Een schoen. Het is blauw. Lapjes. Yes. Neem het toch mee. Gaan we blauwe schapen neerzetten. YOLO. Gewoon als het kan. Zeker. Ik ga voor eenhoorns. Ook nog een, Daddy. Hoe hoog zit ik nu? Ik zit op 20. Dus ik zou theoretisch gezien hier diamonds kunnen tegenkomen. Je mag wel niet strip, maar een ding erom. Ja, weet ik, maar ik ga gewoon met het trappetje naar beneden, dat mag wel. Oh, mijn kip, de deur is dicht, je kunt niet naar bad. Ik zie iets en het is iron. Oh, ik heb de vis. Oh wow, nice. De raw salmon. Nice, ik heb eten nodig. Team Poppy. Wow. Geweldige naam. Echt zo van wow. Oh, oh nice. Voor mij wordt het serieus nog helemaal niet veel. Ik heb hier kool. Ik heb nog helemaal niet genoeg van. Nee, serieus niet of is dat sarcastisch? Sarcastisch. Nou, hebben we dus wel. Oké. Okay. Mijn pak maar mee, daar krijg je de XP van. Ja, oké. Okay. Maar mijn pickaxe is dood. Dus ik moet even een nieuwe halen. Ik wil allemaal bliksem. Er staat een creeper voor de deur en een zombie. Ik heb geen idee. Ik ben niet bij de... Niet open doen. Oh, nee, dat is fucking zof. Nee, serieus niet. Niet open doen. Jeroen, je bent echt scumbag als je het doet. Ja, stiekem heb ik super veel zin om naar open te doen. Ik moet wel zeggen, het is heel sexy. Nee.
Zo een beetje, het is wel wat vrolijker hier, ja. Wat een onweer, jongen. Als er nou een bosbrand komt. Ja, dan zijn we gelijk de lul. Hey! Kijk uit. Ik wil ons wiezen. Kijk uit. Er staat een leven van me af. Seriously, doet dat damage? Nice. Ik Oh, wacht, heb ik rust over. Oh, ja. Shit. What the fuck? Dat een mini zombie voor de deur. Ah, oh, alsjeblieft, doe die deur dan niet open. Ik heb zo'n hekel aan die beesten. Wacht. Kom zo. Ja, nu met mijn vissen moeilijker. Oké. Okay. Nee, wacht. Ga hier maar vissen. That fucking. Hé, hey, maar. Maar die beesten die kunnen deuren open doen, hè? Echt waar? Zombies. Kunnen ze wel. Ja, dat wel. Onweer het fucking hard. Of niet, echt niet normaal hoeveel onweer. Damn. Oh mijn god, ik heb een rode steen gevonden. Redstone. Yes. Hey, water. Ja. Oh wat? Die kan ik niet eens hakken. Oh wel. Maar voor mij heb ik daar iron voor nodig, ja. Waarom ga je niet in dit water vissen? Met die klanis, is niet leuk. Is niet leuk. Ik kom even ernaast hoor. Zeg je niet blijft hangen om een haken. Oké, okay, ik heb hier lekker flint te minen. Nice. Ja, kom ik tegen. Oh, kut. Heb ik het weer. Op zich ziet het er nog best goed uit voor ons. Op zich wel, ja. Hey, een ei. In de fucking kip heeft gewoon een ei gelegd. Nice, ik zit op de bodem hier. Het is niet chill. Onze huiskip. Oh, what? Fuck, oh fuck. Wat? Er komen er opeens 4 uit. 4 uit 1 ei. 4 kip uit 1 ei? Ja, 4. Doe open. Chill. Dat is best wel chill. Hé, hey, ga terug. No, fuck it, ik ga terug. Vissen. Kom maar. Nice. Zo. Ik heb hier. Ik heb één kip af hoor. Beneden heb ik. Einde episode, jongens. Oh, einde episode. Oké, nice. Dus vonden jullie het leuk? Hey. Je weet wat je moet doen. Fuck. Hint, duimpje omhoog, dankjewel. Ja. Hint, subscribe op Zelda Gaming. Hint. Plaspauze, yes! Yes, we mogen plassen, eindelijk! We mogen uit deze grot ontsnappen. Yo. Yo, tot de volgende keer. Tot de volgende keer.